Hallo, ik ben Lorette Schrijver en ik stel de ECI Roman Top 20 samen. Nou ja, die eer is mij gegeven en ik vind het een hele eer. Het lezen is zo fijn. Je kan je zo lekker verliezen in boeken. Nou, heb ik natuurlijk afgelopen jaar enorm veel boeken gelezen. Ze zijn allemaal gerecenseerd. Eentje springt er heel erg uit omdat die anders is dan andere boeken. En dat is het boek De Beer. Dat gaat over een meisje van een jaar of 5, 6 en haar jongere broertje van een jaar of 2. En zij en haar ouders kamperen ergens in de bossen in Amerika. De ouders komen om het leven door een beer. En nu moeten dat meisje van 5 en dat jongetje, haar jongere broertje, zien te overleven. Maar wat het knappe aan dit boek is, is dat het verhaal helemaal verteld wordt door dat meisje van 5 jaar. Die allerlei soorten gedachten heeft, die alle kanten opgaan, die niet echt gestructureerd zijn. Maar ze overleeft wel, want die belofte heeft ze wel aan haar moeder gedaan, dat ze voor haar broertje zou zorgen en dat ze met het bootje naar de andere kant zou gaan. Dat was de belofte. En intussen ziet ze mooie dingen, lelijke dingen. Ze weet eigenlijk ook niet eens of het echt eng is, of het spannend is. Ze doet wat in een hoofd van een 5-jarig meisje opkomt om te doen. En dat is bijzonder, want ik kan me niet meer herinneren hoe ik dacht toen ik 5 was. En misschien is het wel zo, zoals beschreven in het boek De Beer. Heel lief.